Hoi iedereen en welkom bij deze review over PD3. En in deze review gaan we in drie minuten of minder uitleggen of PD3 het waard is, of dat de overval toch mislukt is. En laten we dan teruggaan naar een nostalgische herinnering: de release van PD2 wat tien jaar geleden is gebeurd. En het voelt als de dag van gisteren. Maar eindelijk nu hebben we PD3, ontwikkeld door Starbreeze Studios en uitgegeven door Playon. De kern van de serie blijft onveranderd. Het is overvallen en hopen op een succesvolle overval. Je overvalt banken, musea en clubs. Dit kan wel zowel solo als met vrienden. En met vrienden blijft deze game toch wel het leukst. Het roept hilarische momenten op, maar ook stressvolle situaties. Afhankelijk hoe je de overval aanpakt. En het doel is dan ook een succesvolle overval. Want een succesvolle overval betekent een flinke buit die je kunt besteden aan wapens, uitrusting en cosmetische items. Het spel moedigt diversiteit aan door verschillende speelstijlen te belonen. Je kunt ervoor kiezen om ongezien te blijven of gewoonweg de boel aan te vallen en iedereen neer te schieten. Dit geeft de speler de vrijheid om een eigen benadering te kiezen in de grote mogelijkheden van PD3. Een interessant onderdeel van het spel is het vaardighedensysteem. Het verbeteren van vaardigheden zoals lockpicking kan de sleutel zijn tot het voltooien van complexere overvallen. Echter het vrijspelen van vaardigheden vereist veel XP, wat betekent dat je veel missies moet voltooien, wat de speelduur aanzienlijk kan verlengen. Maar daarmee komt ook het kritiekpunt. Het kritiekpunt is het beperkt aantal beschikbare overvallen. Met slechts 8 overvallen kan het spel snel repetitief worden, ondanks de verschillende manieren waarop je kunt benaderen. En dit kan zeker repetitief zijn wanneer je dus moet grinden voor de vele hoeveelheid XP om die vaardigheden te ontlokken. Gelukkig zijn de missies wel gedetailleerd ontworpen en bieden ze diverse uitdagingen waardoor de repetitiviteit enigszins wordt verzacht. De tegenstanders in PD3 variëren in moeilijkheidsgraad van standaardagenten tot lastige vijanden zoals snipers en klokers. Het ontbreken van een effectieve manier om met een kloker om te gaan wanneer hij je aanvalt voelt als een gemiste kans in het ontwerp van het spel. Hierdoor voelt het gevecht met de kloker eigenlijk altijd als een verlies aan de kant van de speler. Grafisch gezien is gelukkig PD3 een stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger met twee grafische instellingen die beide een stabiele 60 frames per seconde bieden. De Quality Mode biedt de meest gedetailleerde en visueel indrukwekkende ervaring. Helaas worden de positieve punten enigszins getemperd door de technische problemen van de game. De servers zijn niet stabiel wat kan leiden tot onderbrekingen en versturende ervaringen. Ook zijn er geluidsproblemen, vooral in tussen vooral intussen filmpjes, wat de immersie eigenlijk gewoon verstoort. De conclusie die wij eigenlijk over PD3 hebben is dat het een game is met een leuke ervaring. Maar wel als je het met vrienden speelt. Ondanks enkele opstartproblemen en technische struikelblokken heeft het potentieel om een geweldige overvalservaring te bieden. Vooral als de beloofde verbeteringen door de ontwikkelaar worden doorgevoerd. Bedankt voor het luisteren en welkom en hopelijk tot de volgende review.